Ik vind dit niet. Dit is pesten van een burger die gewoon keurig ergens omheen zijn. Ik vind het onbeschoft naar de burger toe. Werken. Nee, dat is uw mening, die kan u hebben. Ja, dat is de enige mening. Maar u bent nu gewoon iets aan het handhaven wat nergens op slaat. Het was een veilige situatie, er is niks gebeurd. Iedereen had de ruimte. De vrachtwagen had de ruimte. De Mercedes had de ruimte. U had de ruimte. En dan gaat u mij hier een beetje aanhouden. Ik denk dat u echt opnieuw naar school moet om die dingen in te schatten. Want ik word hier zeer persoonlijk van. Ik vind het echt schandaal. Door naar Leiden, waar handhavers Johan en Melissa een auto staande willen gaan houden. Maar dat valt nog niet mee. Nou, ik ben benieuwd wanneer die het gaat zien. Krijg je het wapen voor de spiegel? Ik denk het niet. Kan je een flitsers erbij aan zitten, zo werken? Lichtsignaal erbij? Heb je er aan? Ik stop aan en ik heb de flitsers aan en ik geef groot licht. Maar moet ik even zeggen dat ze ons moet volgen? Ja, want dit is een onhandig punt hier. Goeiedag, u mag ons even volgen. Gaan we even een veiliger plekje zoeken. Want? We willen even met u praten. En wat is de reden daartoe? Hoe u net de vrachtwagen voorbij ging. Ja, die ging achteruit, dus het ging er omheen. Als meneer ons even volgt. Volg ons maar, dan gaan we het daar even bespreken. Nou, als ik meneer zo aanhoor, dan is hij het er niet helemaal mee eens of zo. Wij kwamen vanuit de Oosterkerkstraat, het verlengde van de Ingenieur Driestraat. Rijden we achter een voertuig. En wij zien dat daar een vrachtwagen staat waar de witte achteruitrijlichten even aan stonden. Terwijl de vrachtwagen enkele meters rustig achteruit rijdt, besluit de bestuurder niet even te stoppen. Maar zonder goed zicht te hebben aan de verkeerde kant van een verkeersheuvel en een doorgetrokken streep, het 18 meter lange voertuig in te halen. Hij heeft helemaal niet gekeken. Hij ziet geen voetganger. Hij ziet de tegenligger pas op het laatste moment. Ik denk dat hij blij mag zijn dat de tegenligger gewoon even inremt. Als hij op zijn navigatie zit te kijken, heb je daar gewoon een frontale botsing. Dag meneer. De reden dat ik u even een stopteken gaf, u had het laat in de gaten. Ik zou graag uw rijbewijs even willen zien. Of een ander identiteitsbewijs. We gaan nu even hebben over uw gedraging. Ja, wij rijden achter u. Vervolgens staat er een vrachtwagen. Die staat daar het hoofd van de Albert Heijn op de Ingenieur Driestraat. En dan komt u aanrijden. Dan remt u in. En vervolgens gaat u in één keer links van het... Van het wangpijltje gaat u om de vluchtheuvel heen. Ja, klopt. En daar komt aan de andere kant tegenover verteld. Op het moment dat u op de verkeerde rijbaan rijdt, komt er een voertuig. Ja, en u moet inremmen. En dat is best wel een gevaarlijke situatie. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat u dus de vluchtheuvels en dan de dwangpijltjes die daar op dat paaltje zitten niet negeert. Dat doet u wel. Want, heeft u gezien dat die vrachtwagen achteruit reed? Heeft u dat gezien? Ik ben even nog één gesprek. Ik mag zo meteen mag u verhaal doen. Het gaat om verkeersinschatting. Wat je doet in verkeersstroom. Ik heb gezien wat u had makkelijk even kunnen stoppen. En even... Nee, die auto rit achteruit. Ja, maar dat was maar een paar meter. En de verschil tussen u... achteruit rijden. Dus dat ik klopt. Weet, ik maak ruimte voor auto en ik ga er omheen. Nee, maar dat is denk ik de verkeerde inschatting van u. Ja, daar kunnen we over discussiëren. Maar volgens mij heb ik het heel netjes gedaan. Want die auto kon ook langs en ik kon er langs. Het was gewoon de verkeersstroom. De verkeersstroom. U mag helemaal niet op de tegenovergestelde rijbaan komen. Er kwam een vrachtwagen die reed achteruit op mijn rijbaan. Ja, en hoe ver zat u van de vrachtwagen af? Nou, ik zag dat hij achteruit kwam. Mijn vraag is, hoe ver zat u van de vrachtwagen af? Nou, ik zag hem aankomen. Nog een keer de vraag. Hoe ver zat u op het moment dat de vrachtwagen achteruit reed? Ik weet het niet exact, maar ik denk een meter of 5 tot 10. Ik denk dat het minimaal 20 meter was. Er is niks gebeurd. Dus ik weet niet wat dan ga ik het volgende met u afspreken. U krijgt in ieder geval onze bekeuring daarvoor. Nou, daar ga ik echt vet tegen in. Daar mag u tegen in bezwaar gaan. Ik vind echt dat u echt iets doet om iemand die keurig rijdt... Keurig. ...te gaan pesten. Ik gaf gevaar. Nee, meneer, ik neem het u ook persoonlijk kwalijk. Ik weet niet, achterin zit nog een jonge dame. Als u daar een frontale aanrijding krijgt... Er is geen frontale aanrijding. Je auto had ruimte zat. Ik vind dit daar ben ik het niet mee eens. Ik neem dit persoonlijk. Ik ga mij in dat OS-bericht gelijk... ga ik dat in ieder geval uitleggen. Ik ga je zelfs een artikel over schrijven. Absoluut. Dat is je goed recht. Ik vind dit echt niet schandalig. Schandalig zelfs. Wij zijn gewoon keurig aan het rijden... Nee, dat doet u niet. Ik schat niet dat ik er langs kon. U schat er niet goed in. Er kwam een Mercedes aan, die kon ook rustig even. Er was niks aan. Maar wie geeft u het recht om links van een vluchtheuvel te gaan? Nee, dat is onzin. Rijstroom. Meneer was het duidelijk niet mee eens. Hij vond het allemaal onzin dat hij aan de kant gezet werd. En had allerlei argumenten
waarom hij vond en kon inschatten dat het allemaal wel veilig was en dat hij het wel kon. Nou, als er een noodsituatie was geweest dat meneer echt niet anders had gekund, hadden wij dit voertuig helemaal niet aan de kant gezet. Wij vonden op basis van de situatie en het rijgedrag en de wijze waarop het ging het veel gevaarlijker, deze actie van de meneer, als dat meneer het zelf liet voorkomen. Ik vind dit niet. Dit is pesten van een burger die gewoon keurig ergens omheen rijdt. Ik vind het onbeschoft naar de burger toe, werkelijk. Nee, dat is uw mening, die kan u hebben. Ja, dat is de enige mening, maar u bent nu gewoon iets aan het handhaven wat nergens op slaat. Het was een veilige situatie, er is niks gebeurd. Iedereen had de ruimte, de vrachtwagen had de ruimte, de Mercedes had de ruimte, u had de ruimte. En dan gaat u mij hier een beetje aanhouden. Ik denk dat u echt opnieuw naar school moet om die dingen in te schatten. Want ik word hier zeer persoonlijk van. Ik vind het echt schandaal. Ja? Werk, meneer. Dit kan niet. Dit is echt schandaal. Ja, u heeft uw mening. Ik ga er vaak voor maken, dan weet u dat. En u wordt er persoonlijk op aangesproken. Persoonlijk? U mag mij altijd aanspreken. Ik sta hier ook als ambtenaar van... Wettelijk persoonlijk. Wettelijk. Ik vind het schandaal. Die begrijp ik even niet. Nou, ik wel. Nee, ik begrijp wel, u begreep ook niet dat dit gewoon een veilige situatie was. Dus u begrijpt van mij niet blijkbaar. Het gaat om behoorlijk bestuur en dat is niet goed. Echt, dit is onbehoorlijk dit. Dit is echt onbehoorlijk. Nou ja, weet je, we kunnen wel over doorgaan, u kunt in bezwaar gaan. We kunnen wel weten blijven discussiëren, maar dat werkt niet helemaal. Burgerpesten. Hier zelf een aantekening van maken. Schandalig. Zit gewoon de burger op een zondagmiddag te pesten. Die een verkeersinschatting maakt waarvan u zegt dat het een overtreding is. Ja, dat wordt wel vaak gezegd. Als je natuurlijk tegen een bekeuring aanloopt, dan is het toch gauw pestgedrag. Wij kunnen heel goed waarschuwen. Maar als het gevaarlijk wordt, dan moet je doorpakken en dan loop je tegen een bekeuring aan. Dat wordt dan door meneer als burgerpester gezien. En wij proberen juist het veilig te houden voor de burgers. Om dit soort verkeersverdagingen eruit te krijgen. Echt, dit kan echt niet. U heeft gezien dat er ruimte zat was. Wij hebben gezien dat het niet ruimte genoeg was. Dat die vrachtwagen achteruit kon rijden, omdat ik eromheen ging. En dan gaat u mij daar nu op boeten. Heeft u niks beters te doen in uw leven? Wij vonden het een gevaarlijke situatie. Ach, houd toch op, gevaarlijke situatie. Schijn dat toch uit. Echt. Jongen, als het land wordt bestuurd door mensen die zo moeten handhaven. We zijn echt ver weg. Dat is pas gevaarlijk. Wat mag u vinden? Wat u nu doet, dat is gevaarlijk. Vertrouwen in de handhaven, dat neemt u echt in één keer onderuit. Echt. Ongelooflijk. Die meneer die rijdt op mijn heg al achteruit. Wacht even, moet je even kijken welke het is, de D577. Ja, u bent niet veilig. U doet het zeker ook omdat ik de camera erbij zet, zodat u wel kunt zien dat u wat doet. Ongelooflijk. Ja, dat blijft uw perceptie, meneer. Dit heeft te maken met uw perceptie, meneer. U bent gewoon, zonder dat u het weet, de burger aan het pesten. Het kan niet zomaar om alles... Het heeft niks. Te worden burger heel vol. Ik vind het wel knap dat u weet dat wij dat doen. Want wij houden deze situatie nu staande. Maar u gaat er gelijk vanuit dat we dat met alles doen. Als u het hiermee doet... Waarom is dat raar? Er loopt een voetganger. Wij zien vanuit achter die voetganger. Wij zien nog een auto. Hoe lang haalt u er nu bij? Die heb ik niet eerder. Wij hebben een voetganger gezien. Meneer, mevrouw. En een auto. En een auto. Het is geen goede situatie. U bent echt... Dit heet spijkers op laag water. Okay. Kent u het spreekwoord? Ik ken het spreekwoord, Jan. Nou, laat dat maar tot u doordringen. Pardon? Nou, laten we dat ook tot de rekening. Daar ben ik het niet mee eens. Wat de betekenis is van die spreekwoord. Nou, dat kan. Dus dan bij deze discussie ook gesloten. Wij maken de bekeuring af. Ja. Nou, gefeliciteerd. Echt, ik ook. Op een mooie dag voor gezorgd. U heeft recht op het feit dat u niets hoeft te verklaren. Maar wilt u toch een verklaring geven waarvoor u de dwangpijl aan de linkerkant van de vluchtheuvel negeerde? Ja, zoals ik al gezegd heb, er reed een vrachtwagen. Er reed een vrachtwagen. Achteruit. Ja. Waardoor ik ruimte maak voor dat hij achteruit reed. Want de vrachtwagen ziet niet alles. Dus heb ik gebruik gemaakt van een ander weghelm. Ja, dan gaan we dat noteren als zodanig. Ja. En dat deed ik omdat ik op 5 à 10 heb je gehoord. Ik heb je gehoord. Ja. Als daar vragen over komen, gaan wij de antwoord geven wat wij gezien hebben. Meneer was er helemaal van overtuigd dat alles wat hij deed veilig was. En dat totaal eigenlijk het complete onzin was om aan de kant te zitten. Ja, dat is voor meneer zijn rekening. Hij heeft daar een mening over. Dat mag. En dat mag hij op papier zetten bij het binnenkrijgen van de bekeuring.
En dan heeft hij gewoon het recht om daar verweer op te geven. Je krijgt je rijbewijs terug. U kunt mij persoonlijk kunt u mij niet aanspreken. U spreekt me aan als handhaaf van de gemeenteleider. Ja. En als zodanig kunt u daar bij de gemeenteleider... De ambtenaren hebben ook een persoon. Ik weet niet of u dat weet. Zijn ook een persoon. Dat weet ik. Zich wel achter regeltjes en zo beschuiven. Nee, maar u zegt... U gaat maar mij, u bent een persoon en maar, ik neem het u persoonlijk u gaat mij als... Want u heeft het persoonlijk... Nee, hij heeft nee, het persoonlijk de inschatting gemaakt. Ik sta niet als, privépersoon, ik sta als ambtenaar. Ik dank voor de medewerking. Het sanctiebedrag kan ik niet precies vertellen. Het gaat om sterretjesfeiten met een feitcode K170. Gaat via de officier. En de officier bepaalt uiteindelijk het sanctiebedrag. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk, opent je ogen.